Pepijn, wanneer ben je voor het laatst in Os geweest? Ik denk nog nooit, eerlijk gezegd. Nee, nog nooit, denk ik. Nou, dat wordt een interessante ervaring dan. Ja, grote kans voor ons, denk ik. Niet meer als niet minder. We willen natuurlijk heel veel. Hè. En, start van het tweede seizoen zelf is gewoon goed. Het gaat vooral nu om te herstellen, om gevoel te krijgen over onze, wat we graag willen doen, hoe de afstanden zijn en, tussen onze spelers en welke richting we op willen. Goed, ik denk dat we ons we hebben het natuurlijk maar 2 dagen, dus dat we moeten ons die 2 dagen ook al echt gebruiken, plus morgen vroeg om goed voorbereid aan deze wedstrijd. Het vraagt onze volle concentratie, Os. Ja, het zijn natuurlijk andere omstandigheden, kunstgras, ja, en een uitwedstrijd en een wat mindere ambiance. Dus dan toch hetzelfde brengen als hier tegen Go Ahead, dat zou natuurlijk ideaal zijn. Ja, je bent op zoek tot je onafhankelijk wordt van welke ploeg je tegen wie je ook speelt. Hè. Dat je probeert om datgene te doen waar jij juist goed in bent. En datgene weg te halen waar de tegenstander passief is of wat zwakker is. Dus, maar je wil wel graag onafhankelijkheid. Dat bedoel ik mee te zeggen dat je tegen elke tegenstander kunt gaan bepalen op jouw manier. Hè. En dat willen we afdwingen natuurlijk. Dat moet je afdwingen. Maar, en de atmosfeer wordt gemaakt door de spelers, door de stijl. Niet zozeer... Tuurlijk, het stadion was ongelooflijk. Wat een eerste wedstrijd van het tweede seizoen zelf. Dat is wel heel prettig om te zien. Ja. Nou, is wel zo dat NEC altijd toch nog best veel mensen meeneemt. Zelfs op zo'n maandagavond naar uitwedstrijden. Dus dan speel je soms ook nog wel een beetje thuis. Ja, dat zal wel belangrijk zijn. Hè? Het gevoel tot mensen je steunen. En tot de momenten dat we de bal winnen. Tot er iets ontstaat. En ja, dat zorgt natuurlijk wel. Als het uitpubliek daar is, dat is top. Dat is echt heel goed, ja.